Goedendag, welkom bij het weerbericht van weerplaza.nl. Afgelopen nacht is het uiteindelijk behoorlijk opgeklaard en ook afgekoeld tot dichtbij of rond het vriespunt. En ook is er mist of dichte mist ontstaan. Vanochtend kan het een tijdje duren voordat de zon doorbreekt. En op een enkele plaatsen blijft het ook een groot deel van de dag grijs. Maar uiteindelijk zal op veel plaatsen toch wel de zon gaan doorbreken. Vanmiddag wordt het 3 graden op de plekken waar het grijs en nevelig blijft. En 4 tot 6 graden daar waar de zon redelijk doorbreekt. In de loop van de dag gaat de zuidwestenwind aantrekken naar matig en aan zeekrachtig krachtig windkracht 4 tot 6 en vanavond mogelijk zelfs hard aan zeewindkracht 7. Laat op de avond neemt ook de bewolking vanuit het westen toe en volgt er al de eerste regen. Vannacht gaat het dan verder regenen en morgenochtend trekt dat regengebied weg. De rest van de dag hebben we morgen te maken met de wolken, zon en een aantal buien. Het wordt dan 6 tot 8 graden bij een stevige zuidwestenwind. Ook dinsdag, woensdag en donderdag is het erg wisselvallig. In de loop van de week gaat ook de temperatuur fors omhoog. Woensdag en donderdag wordt het zo'n 9 tot 11 graden. Dat bij dikwijls ook een stevige wind, vooral aan zee, op woensdag zelfs stormachtig. Ik ben Ben Langkamp van weerplaza.nl